Ik ben Jo de Rooij, 84 jaar. Ik ben Wouter Rooij, ik word 89. Dit zijn de laatste bewoners met een huisadres op Schiphol. Na hun trouwen, 60 jaar geleden, trokken ze in hun huis aan de Schipholweg, waar ze sindsdien lief en leed delen. Ook hun drie kinderen zijn hier geboren en getogen. In de afgelopen jaren is de omgeving om hen heen flink veranderd. Maar meneer en mevrouw wonen nog steeds met plezier op de luchthaven. De koffie is gaar. 5 jaar hebben we kinderen gehad. Nou hebben ze 3 kinderen en na 10, 15 jaar gaan ze pas trouwen. Die halen nooit geen 60 jaar. Toen wij trouwden konden we alles kopen. Ik had zelfs een wasmachine. We konden alles kopen. 60 jaar geleden. Ja, nou hard werken. Hard werken. Veel hier bij die boer. Stonden allemaal huizen daar, een café, alles stond er. Maar wij werkten met allemaal broers hier ook. Toen ben ik weggegaan, heb ik vijf jaar in de startbaan gewerkt. Eigenlijk droge beton, die kwam op vrachtwagens, kwam er aan met de kleed eroverheen en de kiepten ze daar. En dan stonden we met de riek met zulke tanden, stond je de hele dag te werk. Dus dat doen ze allemaal niet meer tegenwoordig. Ondanks zijn respectabele leeftijd is meneer de Rooij nog behoorlijk actief. Zo heeft hij het druk met zijn alsmaar groeiende privéverzameling. Ja, kom maar binnen. Autootjes, vliegtuigjes, helikopters, trekkers, poppetjes. Vind ik allemaal mooi. Hoogzakelijk autootjes. Zeker 1500. Maar ik ken er ook 17 wezen. Vroeger deden we niks anders dan werken. Dat is gekomen dat ik afgekeurd ben. Toen ben ik ermee begonnen. Want deze ook, hè? Deze trabant, hè? Die vind ik zo alle Jezus mooi, dit dingetje. Toch een mooi dingetje? Ze zijn heel lelijk, maar ze zijn er ook bij, die zijn heel mooi. Maar ik koop van alles door elkaar. En dan zeggen ze wel eens, wat moet je ermee? En je moet er wat doen. En ook is meneer de Rooij dagelijks te vinden in zijn moestuin, waar hij groenten en fruit verbouwt. Aardbeien, sla, rode bieten, prei, die kun je al eten en een bordje erbij. Dat is heel lekker hoor. Het zijn anders zijn druiven. En als ik het zat ben, ga ik daar even lekker smiddags zitten. Een stoeltje. Koffie drinken gaan we dan samen. Hij daar, ik daar, daar het blaadje. En dan gezellig zitten. En zo rommelen we samen aan. En zo worden we samen oud. We zijn wel, ja. Mevrouw de Rooij staat nog kwiek in het leven. Ze heeft veel hobby's en eens in de 2 weken werkt ze als gastvrouw in het dienstencentrum met Rietland. Hoi, Gerda. Hey, Jo. Ben je er weer? Ja, Jo, ben ik lekker. Nou, Jo de Rooij is vooral een lachenbek. Jawel hoor. Oh ja, het gaat je goed, jongen. Altijd gezellig, ze is altijd heel druk. Zijn er al lepeltjes zingen? Wat willen jullie drinken? Oh. We kennen het amper geloven dat wij de laatste bewoners zijn. Ja. Je kunt niet doen wat je wil. Wij hebben nooit gelast gehad met die buren aan die kant. Maar er woont niemand. De meesten hebben wel wat met de buren. Ja, is het niet rechts, is het links of is het erboven? Je kan niet zeggen stil, hè? Want hier verkeer, daar verkeer, daar verkeer, achterverkeer. Dus we kunnen niet zeggen dat we stil wonen. Nou, maar wij horen het niet. Wij zijn niet beter gewend. Hè? En anders zegt, hoe hou je ons hier vol? Nou weet ik niet als we elkaar niet meer hebben, hè? Maar als zij ook niet meer kunnen rijden, dan zou je toch een keer weg moeten hier. Ja. Maar graag doen we het niet. En ik zou nog veel te kijken naar vliegtuigen die omhoog gaan. En dan zie je die wielen zie je inklappen. Nou, blijft mooi. Ja, leuk. Ja, leuk hoor. Ik kan uren naar kijken.
Na 6 decennia krijgen meneer en mevrouw de Rooij Schiphol vandaag van een andere kant te zien. Schiphol-medewerker Leon Gerhards haalt het echtpaar op. Hij heeft een leuke verrassing voor ze. Goeiedag, mevrouw de Rooij. Helemaal. Aangenaam, ik ben Leon Gerhards. Ja, een van de medewerkers van Schiphol. Oh. Dank u wel. Nou, ik wil u eigenlijk wel even meenemen naar Schiphol om een kijkje te gaan nemen. Ja, als u dat zou willen. Ja, vindt u dat leuk? Ja, leuk. Nou, hartstikke goed. Ja, zijn, gaan we dat doen? Ja, zijn in Holland. Klein stukje. Gaat dat lukken? Moet ik u een arm geven? Nou, we zijn er bijna. Kijk eens even, we gaan voor de hekken. Zo. Nou, nu weet u nog steeds niet waar we zijn, hè? Maar als u omhoog kijkt... Ach jee, ja! De verkeerstoren. Zullen we gauw naar binnen gaan? Komt u verder? Ja, komt u verder. Wij gaan helemaal tot aan de 10e verdieping. Doe maar. Dan moeten we met de lift naartoe. Of als u heel graag 500 treden naar boven wilt lopen, mag dat ook. Ja. Nou, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Komt u verder. Mag u naar links? Een beetje. Kijk, hier ziet u. Moet je kijken. Dit is de 10e verdieping van de verkeerstoren. We zitten nu op 87 meter hoogte. Zo. En hier vandaan werk ik. Zo. Ik ben een van de gelukkigen op Schiphol die op deze locatie werkt. Daar staan alle grote vliegtuigen geparkeerd. Als ze een paar uur niet gaan vliegen, dan worden ze daar geparkeerd. Oh ja. Nou, en u woont eigenlijk vlakbij de spottersplaats. Dit is de spottersplaats bij, bij de McDonald's. Deze plek hier. Langs de Roevensteinse randweg. U mag wel de verrekijker even pakken om te kijken. En dan ligt het ongeveer... Ja, het is heel moeilijk aan te wijzen. Er staan daar een paar grote gebouwen en daar is het vlak naast. Nou, gaan we een klein stukje deze kant op. En alle vliegtuigen die versleept worden... Ja. Dus met zo'n karretje ervoor, die van de ene plek naar de andere plek gaan, die coördineert hij. Maar hier kan die iedereen mee spreken, de verkeersleiding. En hij spreekt nu met iemand in zo'n gele auto die daar rijdt. En stuurt hij de marshallen aan. En de marshallen, dat is iemand die met die botjes de vliegtuigen parkeert. Zijn dat allemaal banen van vliegtuigen overheen rijden? Ja. Ja? Ja. En waar die nu op staat, dat blauwe vliegtuig van de KLM... Ja? Die gaat straks ook de lucht in. Als je eventjes kijkt, dan gaat hij straks. Oh ja, daar gaat hij. Ja. En weg? Ja, en weg. Ja. Ik vind het wel knap dat u dat niet eng vindt. Nee, waarom zou je het eng vinden? Want de meeste mensen vinden dat heel eng. Je meent het? Ja. Nou, dat durft bijna niemand hoor, mevrouw de Rooij. Echt niet? Nee, maar bijna niemand. Wat kan er gebeuren? Ja, grappig hè. Wat een ding eigenlijk hè. Moet je kijken. Zie je dat wel? Ja, wel een mooi gezicht zo, hè? Ja, heel mooi. Onvoorstelbaar. Autootje, zie je dat? Ja, ze sparen ze hier ook, want. Nee? Ze sparen hier ook autootjes. Ja,